iedereen die kijkt deze video. Vandaag ga ik een buikspierenworkout voor jullie filmen. En wel op de Swiss ball. Deze hebben ze vaak wel liggen bij de Aldi, de Lidl, de Action. Hoeft die is niet heel duur. Ze hebben ze ook in de sportscholen liggen als je een sportschoolabonnement hebt. Dus dat misschien is het leuk om buikspierenvideo's een beetje af te wisselen. Deze weer eens te gebruiken. Ik heb hem al heel lang niet meer gebruikt. En ik heb even wat workouts bedacht die ik hierop kan doen. Ik doe buikspieren altijd na een andere trainers. Na een benentraining, een schoudertraining, hardlopen, noem het maar op. En dan doe ik er gewoon een paar oefeningen achteraan. Ik ga vandaag 5 oefeningen op de Swiss ball laten zien. Die je dus 3, 4, 5 keer achter elkaar kan herhalen. Of als het te veel is misschien 1 of 2 keer. Kijken hoe ver je komt. Daag je spieren goed uit. Want sterke spieren in je buik en in je core zijn heel erg belangrijk. Voordat ik begin met deze workout wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven als je sportvideo's leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van alle video's die ik post. En dan gaan we nu met de workout beginnen. De eerste oefening die wij gaan doen zijn de gewone crunches. Omdat ik wat lager op de bal zit, kan ik ook wat verder mijn rug bol maken. Waardoor de beweging groter wordt. En als de beweging groot wordt, betekent ook dat je meer spanning op je buikspieren kan zetten. Probeer je handen niet aan je hoofd te laten trekken. Dus echt gewoon met je buikspieren omhoog te komen. Het lijkt misschien verklaagd op de bal, maar mijn heup en mijn knieën hebben toch een hoek die gelijk staat en met de grond 90 graden maken. Mijn tweede oefening zijn side crunches of bicycle crunches op de bal. Ik gebruik mijn rechterhand om wat balans te houden, zodat ik met mijn linker elleboog richting mijn rechterknie kan. Het is best een pittige oefening omdat je heel makkelijk uit balans raakt. Maar juist omdat je heel makkelijk uit balans raakt, gebruik je je core spieren veel beter. En dat zorgt ervoor dat ook die diepere buikspieren geactiveerd worden. De derde oefening is een plank tuk. Hierbij leg ik mijn onderbenen op de bal en breng ik ze zo dicht mogelijk langs mijn lijf richting mijn borstkas. Dus wil ik echt je billen zo laag mogelijk te houden en je knieën onder je heupen door naar voren te brengen. En hierbij je schouders boven je enkel zou ik zeggen. En hierbij je schouders boven je polsen te houden, zodat je niet in een hele scheve stand komt te staan. En de vierde oefening is het overgeven van de bal van je benen naar je armen en continu te strekken. Ook hierbij maak je de bewegingsgrootte zo lang mogelijk. Probeer niet met je voeten de grond aan te raken en hou je kin op je borst om de buikspieren aan te blijven spannen. En hou gewoon je eigen tempo aan. Je kan heel snel, je kan ook heel langzaam dit doen. En vaak is langzaam met buikspieren wel beter. En bij de laatste oefening gaan we de bal in de lucht houden. Gaan we weer de kin op de borst leggen. En gaan we scissors doen. Dus dan gaan we eerst het ene been naar boven en het andere been naar boven. Horizontaal afwisselen. Dit is echt wel heel erg goed voor ook dieper gelegen buikspieren. En juist omdat je een bal hoog moet houden, span je nog meer je buikspieren aan als dat je normaal gesproken zou doen. En dat put die buikspieren helemaal uit. Dat was het weer voor deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Geef een duimpje omhoog als dat zo was. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal voor meer video's. En laat even in de comments achter weten wat jouw favoriete buikspieroefening is. En dan zie ik je in de volgende. Doeg!